Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 maart 2016. Dit is het bulletin van maandag, tweede paasdag. Vandaag hebben we na het gesproken gedeelte Morse. Daarna is er een stukje data in HEL X9 rond 1500 Hz, net als gisteren en eergisteren, en een SSTV plaatje in BW12. De gehele paasronde van afgelopen zondag is integraal beschikbaar op YouTube via een opname van mijzelf. En die is te vinden onder andere via YouTube.com, moet ik zeggen, /PA0ETE. En ook via PA0ETE.nl. Mijn weblog is gerepareerd, dat is toch wel mooi, want ik kon geen plaatjes meer uploaden. En dat gaat sinds vandaag dus weer wel. Het lijkt erop dat het allemaal goed gekomen is. Je kunt wel eens ellende hebben met zo'n weblog, maar... Het lijkt allemaal weer heel stabiel en ja, zonder problemen te werken. De data in de uitzending die kun je overigens ook ontvangen, onder andere met het programma FLDigi. Er zijn wel meer programma's, maar FLDigi ondersteunt in ieder geval de meeste van de normen die in deze uitzending worden uitgezonden. En dat gaat zelfs heel behoorlijk met de microfoon van de PC voor de luidspreker van de ontvanger. Of via de internetstream of via hobbyscope.nl of Echolink. Dat werkt allemaal. Zowel met bekabeling, dat gaat wel iets beter, als met een microfoon. Als het tenminste niet te veel herrie op de achtergrond. Hetzelfde geldt voor de SSTV in deze uitzending. En de meeste mensen gebruiken voor de ontvangst daarvan het programma MMSSTV. FLDigi is er zowel voor Windows als voor Linux. MMSSTV is een Windows programma, maar dat werkt prima onder Linux door middel van Wine. De gebruikte standaarden zijn vanavond nogmaals HEL X9 bij 1500 Hz en SSTV in BW12. Er is nog steeds niet zo heel erg veel nieuws. Het ene nieuwsfeit wat ik heb er twee, dus dat schiet goed op. Momenteel kan het CQPA van www.vrza.nl gedownload worden, dus diegenen die dat willen lezen, die kunnen daar terecht. En daarnaast komt de ERRL met een nieuwe podcast onder de titel De Dokter is in. En dat is de elektronica-expert van de ERRL. En dit is de promo in het Engels van de nieuwe wekelijkse podcast die op 7 april van start gaat en die elke keer op donderdag zal uitkomen. Since 1993, ham radio operators have been able to ask their most persistent technical questions to the ERRL doctor. Those answers have appeared in the Doctor is in column in QST. Beginning April 7th, you'll be able to not only read the doctor, you'll be able to hear him. 43-foot multiband vertical. What's magical about 43 feet? Well, 43 feet is magical because it happens to be 5/8 of a wavelength on 20 meters. Introducing the Doctor is In podcast from the American Radio Relay League. Twice a month, ARRL's Steve Ford, WB8IMY, will talk with the doctor himself, Joel Hallis, W1ZR. He'll answer your questions about every ham radio topic under the sun. From antennas to Zener diodes, the Doctor is In podcast gives you a whole new way to get straight answers from the ARRL's resident expert. ARRL's The Doctor is In podcast premieres April 7th on iTunes, Stitcher, and ARRL.org. Sponsored by DX Engineering. Visit them online at dxengineering.com. Deel 12 van de serie over de historie van onze hobby gaat over onze amateurbanden. Tussen veel van de amateurbanden, maar ook bijvoorbeeld de vroegere scheepvaartbanden, zit een harmonische relatie. 80 meter is bijvoorbeeld de helft van 40 meter, 20 meter is daar weer de helft van en 10 meter ook weer. Meerdere banden lijken wat dat betreft uit de boot te vallen. In veel gevallen is daar een historische reden voor. Ook zijn er later banden bijgekomen waarbij die harmonische relatie deels is losgelaten. 15 meter is bijvoorbeeld zo'n buitenbeentje waarbij heel lang geleden van deze indeling is afgeweken. Een historische reden om deze indeling los te laten was bijvoorbeeld de komst van de televisie op de lage VHF. We noemden dat eerder al. De populaire 5 meter band, eerst rond 56 MHz en later net onder 60 MHz, moest verdwijnen toen de BBC op kanaal 4 met uitzendingen van tv begon. 5 meter is de helft van 10 meter en past dus keurig in het lijstje. Voor wie mocht denken dat het misgaat bij 2 meter, die komt dus zelf enigszins bekocht uit. Ook de 2 meter band is er later pas bijgekomen. Voor de oorlog hadden de amateurs de 2,5 meter band. Die begon net boven 108 MHz. In de Tweede Wereldoorlog, toen het zendamateurisme nagenoeg overal verboden was, werd besloten om voor de geallieerde bommenwerpers de hoogste frequentie te gebruiken, waarvoor met de stand der techniek van dat moment nog betrouwbare apparatuur gemaakt kon worden. Dat was het bandje net boven de 108 MHz. Vele duizenden bommenwerpers werden er zo uitgerust met VHF-apparatuur voor die band. Een voormalig amateurband dus. Na de oorlog was er de wederopbouw en werden de bommenwerpers vaak tot passagiersvliegtuigen omgebouwd.
Om in deze opbouwfase te voorkomen dat de radioapparatuur aan boord ook moest worden omgebouwd, werd ervoor gekozen om als luchtvaartband voor de civiele luchtvaart de band te kiezen waar de meeste vliegtuigen al op konden werken. Hierdoor raakten de amateurs de 2,5 meter band dus kwijt en daarmee ook de band die in het rijtje zo goed paste. Overigens 144 MHz de band die daarvoor in de plaats kwam ook niet slecht gekozen. De 70 cm band ligt op de derde harmonische van de 2 meter band. Ook de band die de helft is van de 2,5 meter band is een amateurband. Ik heb niet kunnen vinden of de 1,25 meter band in Europa CQ Region 1 ooit legaal geweest is. In Caribisch Nederland, dat net als de VS in Region 2 ligt, Region 2, mag deze band dus wel door amateurs gebruikt worden. In megahertzen is dit 220 MHz. 70 centimeter is overigens weer, zij het bij benadering, de helft van 1,25 meter. In Region 2, waar de 70 centimeter band aan de bovenkant tot 450 MHz loopt, klopt het beter dan hier. In Region 2 is er trouwens ook nog een 33 centimeter band, die weer de helft is van 70 centimeter. Deze 900 MHz band is er echter kort na het jaar 2000 bijgekomen. In het volgende deel van deze serie gaan we in op het kwijtraken van 1 MHz van de 10 meter band, de huidige 27 MHz band, die vroeger ook een amateurband was. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Nou, dat weten we dan ook weer. Ja, interessant. En straks het journaal weer. Ja, dat moeten we niet missen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké, ga jij maar even zetten dan.